Dit is het offshore gebied. Alles wat roze is, dat is waar onze partners naar olie zoeken. Alles wat hier een zwart dopje heeft, dat is waar Guyana olie gevonden heeft. Als je kijkt naar waar wij nu olie gevonden hebben, maar niet in een reservoir, dan kan je zien dat we olie gevonden hebben op drie plaatsen. In Aikanti, in Popokai en in Araku hebben we heel veel gas gevonden. Maar het was nog niet in een reservoir. Dus het was niet economisch wendbaar. Als je dan kijkt naar waar Apache gaat boren, volgende maand gaan ze daar sputten en dan weten we over drie maanden of ze daar olie gevonden hebben. Dan zie je hoe dicht dat is bij waar Guyana olie gevonden heeft in de laatste twee putten. En de laatste die is wel heel erg dichtbij. We verwachten dus ook, en met ons de wereld, dat Apache succes gaat hebben bij het zoeken naar olie. En als we eenmaal die sleutel hebben en we weten waar we die olie moeten zoeken in ons gebied, verwacht ik dat we, net als Guyana, de ene fonds na de andere fonds zullen krijgen. Het zijn dus voor staatsolie, maar ook voor Suriname, very exciting times ahead of us. In onze strategie voor succes 2016 en 2020 hebben we uitgezet dat wij onze reserves, oliereserves, willen vergroten. Daartoe hebben we dus studies gedaan. En we hebben gezien dat in het Neersoorgebied er traps, zeggen wij dat, dat zijn vallen waarin olie zou kunnen voorkomen, prospects. En wij willen middels het boren van deze exploratieputten testen of wij gelijk hebben. Nearshore, daar zijn we dit jaar gestart met het boren. De verwachte volumes van deze mogelijke olievelden ligt tussen 70 en 800 miljoen barrels. We hebben twee gaten geboord, Marai en Electric Ray. We hebben oliekoloms gevonden, kleine, 2-3 meter. Bij die tweede put hebben we een toename aan gas gezien. En het jammerlijke was dat het toch niet een hoeveelheid was van de olieaccumulatie die we zochten. En waar we nu boren, daar hopen we 800 miljoen barrels aan te treffen, 800 plus. We have to wait and see. En zoals Rikke al aangaf, hebben we twee putten geboord. De eerste was Marai, die hebben we afgerond begin mei. De tweede eind juli. En nu zitten we op al een 750 meter diepte bij Kankan 3. Kankan 3, daar gaat ons hart sneller van kloppen. Die locatie Kankan 3, dat zit op ruim 2 kilometer diepte, dus we zijn nog een paar weken bezig. Maar dat reservoir heeft een potentie van 800 miljoen barrels. En zoals, ja, als dat dus gevuld is, is dat een gamechanger voor Suriname. Dus iedereen kijkt daar met spanning naartoe. Wij hebben de eer om daar uitvoering aan te mogen geven. We kunnen u al meegeven dat wij omstreeks de eerste week van september op diepte zullen zijn als alles goed gaat. En dan weten wij dus of daar olie zit. Dus over een 3 weken weten wij of wij dus die grote hoeveelheid olie hebben aangetroffen of niet.